de binnenstad van Gouda. Al meer dan 25 jaar staat hier het 2500 kilo wegende orgel de Lekkerkerker. Trots eigendom van orgelman Willem Roodbol. Morgen wordt hij 75 jaar en van die 75 jaar staat hij 60 jaar aan het orgel. Tientallen jaren daarvan samen met zijn vrouw Charlien Roodbol. ...60 jaar orgel draaien. Er is veel veranderd. De mensen zijn veranderd, maar ze, ja, vroeger was het toch wel vriendelijker, vind ik, met bepaalde dingen. En, ja, dat zou ik zeggen. Aan de andere kant mag ik toch ook weer niet klagen, want er zijn echt, we hebben hier echt vrienden. Die zijn echt dol op het orgel. En daar zijn we blij om. Vroeger moest je het voor de centen, 2 centen doen en nu moeten ze toch eigenlijk wel een kwartje geven, het minste. Moet eigenlijk hoor. Maar ja, wij zijn altijd blij met de AOW-mensjes dat ze nog een stuivertje of een dubbeltje kunnen wisselen voor het orgel. Bij de huldiging van het echtpaar vanmiddag in Gouda stonden de oudste en misschien de jongste orgeldraaier van Nederland naast elkaar. En vanwege het jubileum is er zelfs een speciale Willem Roodbol Mars gecomponeerd. Maar ook na 60 jaar heeft Willem Roodbol er nog geen genoeg van. Dat is geen sprake van dat ik zou kunnen missen. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.